Beste kijkers, jullie kijken naar een nieuw programma Ik hou van mijn kind. In dit programma gaan we in gesprek met verschillende jongeren die van huis zijn weggelopen. Ook gaan we professionals spreken en vragen wat hun mening is omtrent dit onderwerp. Het programma Ik hou van mijn kind, het gaat over kinderen die weglopen. Of het jongens zijn of meisjes, het zijn kinderen die op een bepaald moment in onmins leven met hun ouders en kiezen om weg te gaan. Het probleem is het hem hierin dat wij Surinamers die in Nederland nu wonen, de ouders van vandaag de dag, die zijn, meeste van hun zijn in Suriname geboren. Zijn dus anders opgevoed, hebben een andere cultuur. In essentie een Indiase cultuur, een beetje gevormd in Suriname. En dan zijn er kinderen die hier geboren zijn. En deze kinderen die hier geboren zijn, zijn onderhevig aan de waarden en normen die de ouders met zich dragen en ook overdragen. Maar dezezelfde kinderen die hebben te maken met een cultuur die niet zozeer van hun ouders zijn. Een Hollandse cultuur of een Turks cultuur, Marokkaanse cultuur. Een cultuur die ze op school meekrijgen, op straat meekrijgen van vrienden en familie. En dan zie je soms dat ze een gedrag tentoonspreiden die de ouders in feite niet willen. Een beetje afkeuren of verdriet van hebben. En als ouders en kind niet met elkaar praten, langs elkaar heen lopen, dan kan dit allemaal leiden tot meer spanningen. En uiteindelijk zie je een probleem dat de kinderen zeggen, ik kap ermee, ik ga weg. Je ziet nu ook dat kinderen, Hindoestaanse kinderen, op relatief jonge leeftijd beginnen met een relatie. Ik zie de kinderen ook op straat, ik zie ze op school. En dan hebben ze ook een relatie. Daar hebben de meeste ouders ook wel problemen mee. Aan de ene kant dat ze nog jong zijn. En aan de andere kant misschien problemen met de relatie van deze kinderen. Of een jongen is of een meisje. De ouders zien dat niet zitten. Maar de kinderen zijn natuurlijk hartstikke verliefd. En die hebben al zoveel andere voorbeelden van hun klasgenoten, schoolgenoten, vriendinnen of vrienden. En het effect is dat er spanningen komen in het gezin. Ouders kunnen niet mee omgaan. Kinderen vinden ouders eigenlijk ouderwets en willen wel doorgaan. En dan zie je dat als er niet genoeg gepraat wordt tussen ouders en kinderen, dan kunnen kinderen ervoor kiezen om weg te gaan. En als ze één keer weggaan, dan hebben de meeste ouders ook nog problemen. En als je niet oppast, dan is dat een blijvende communicatieprobleem tussen ouder en gezin. Misschien wel verstoten van dat kind. Hoe dan ook, als dat gebeurt, is het verdriet groot. Verdriet bij de ouders en de kinderen die misschien dan op dat moment eigenlijk verliefd zijn. Uiteindelijk heb ik genoeg voorbeelden van, uiteindelijk zijn die kinderen ook heel verdrietig. Als er geen communicatie is, geen liefde tussen ouder en gezin, hoe dat ook ontstaan is, is er altijd sprake van verdriet bij beide partijen. En daarom vinden wij vanuit Hamlok het erg belangrijk dat ons in een Hindoestaanse samenleving ook gepraat wordt dat dit soort spanningen er kunnen voorkomen, genoeg voorkomen. En dat de oplossing zit in een feit dat er over gepraat moet worden. Ouders met kinderen, kinderen met hun leeftijdgenoten, ouders onder elkaar, zodat er begrip ontstaat tussen de wereld van dat kind en de wereld van de ouders. In elk geval pleiten wij vanuit Hamlok ervoor dat als kinderen besluiten deze stap te nemen, dan kunnen ze altijd een beroep doen op Hamlok. Wij kunnen kijken hoe wij jullie kunnen helpen. De eerste stap kan zijn om een mail te sturen naar info@hamlok.nl en dan pakken wij van daar op. Wij hebben professionals in onze vriendenkring, in ons netwerk. Die kunnen we dan inzetten. En deze mensen zijn ook heel vaak van onze eigen gemeenschap. Die kennen het probleem, die kunnen met dit soort problemen omgaan. En het kan ook een veilige manier zijn om te praten. Deze mensen kunnen bemiddelen, een intermediaire rol vervullen tussen ouder en kinderen. In elk geval, als de spanning hoog oploopt, is het van belang dat mensen met elkaar moeten praten. Misschien in eerste instantie dat kind met een van onze mensen. En later zien we wel verder.
Maar belangrijk is om geen domme dingen te zeggen, domme dingen te doen, waardoor het met elkaar omgaan moeilijker wordt. Dus wij pleiten ervoor, blijf met elkaar praten. Ga niet weg, loop niet weg. Bespreek het eigenlijk met mensen die jullie kunnen helpen. En wij vanuit Hamlook bieden in dit geval een helpende hand. Laat ons weten, schrijf ons, Hamlook. Wij zijn bereikbaar op info@hamlook.nl. Ik hoop dat dit programma door mag gaan. Dat er andere mensen ook in beeld komen. En het probleem moet geadresseerd worden. Het is erg belangrijk dat wij vanuit onze gemeenschap dit probleem erkennen, bespreekbaar maken en kijken hoe wij tot oplossingen kunnen komen. En wij alleen kunnen niet helpen, maar wij zijn bereid om te helpen daar waar wij kunnen. info@hamlook.nl. Het is een hele kwalijke zaak dat jongere Hindoestaanse meisjes nu elke dag weglopen. Jullie beseffen volgens mij niet wat jullie ons aanrichten als ouders. We krijgen hartkloppingen, hoge bloeddruk. We kunnen dagen, nachten niet slapen door jullie, om jullie. Terwijl jullie dan gaan chillen met vrienden, nemen jullie fatu. Denken jullie nou echt dat dat leuk is voor ons? Weten jullie niet wat er dan met ons op dat moment gebeurt? Willen jullie ons pijnigen? We doen zo ons best voor jullie. We worden in de ochtend worden vroeg wakker, zodat we naar onze werk kunnen gaan, zodat jullie 3 maal daags een bordje eten krijgen. En dan denken jullie gewoon van, ja, ik ga maar even van huis weglopen en dan gewoon lekker bellen wanneer je kan, thuiskomen wanneer je kan. Denk je dat dit een grap is? Dit is echt geen grap. Daarom, meisjes, echt een oproep naar jullie. Denk goed na. Je bent jong. Voor hetzelfde geld kom je terecht bij een lofferboy. Wat gebeurt er dan met je? Dan kan je jezelf weggooien. Je bent dan 15, 16 jaar. Je bent zwanger. Wat dan? Dit is echt niet leuk. Luister naar je ouders. Als je dan ouder bent, je komt op een leeftijd dat je dan jezelf wil settelen met een huisje, boompje, beestje, dan zal je beseffen en dan zal je ouders dankbaar zijn wat ze toen op dat moment tegen je gezegd hebben wat wel en niet mag. Beste kijkers, jullie kennen mij als rapper, producer Krims. Vandaag even wat serieuzers. Er zijn heel veel berichten die ik heb meegekregen op social media van vermissing van jongeren, onze jongere dames. En ik wil dus weten hoe dat dus kan, wat er dus gebeurt en waar het dus fout gaat, waardoor deze meisjes dus weglopen of vermist zijn of gezocht worden door de ouders. Het is een ernstige zaak, omdat het zijn natuurlijk wel onze dochters. En ik heb het idee dat er niet heel veel aan gedaan wordt omtrent zoektochten, et cetera, en iets dergelijks. En dan hebben we ook nog te maken met de vrienden en de vriendjes van de meisjes die dus meespelen en ons als ouders voor de gek houden. En ik praat nu vanuit mijn perspectief, omdat ik een bonusdochter heb, een stiefdochter. Het is bonusdochter is wat netter natuurlijk. En ik weet wat het is om vanuit dat perspectief dus te kijken als je kind dus weg is of niet komt opdagen na school. En vandaar dat ik dus besloot om dit te doen. Mijn vraag is aan alle jongere meisjes. Is er een probleem of heb je iets thuis? Praat erover met de meester, de juffrouw, desnoods met je ouders. Ik begrijp dat onze Hindoestaanse jongeren toch nog een beetje teruggetrokken zijn en dat jullie toch nog wel eng vinden om daarover te praten. En dat je zoiets hebt dat je niet met je ouders kunt praten of kan praten, maar probeer dit wel, want wij zijn hier voor jullie. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat je het gevoel moet krijgen dat je als zoon of dochter niet met je moeder of vader kan communiceren, omdat je denkt, je bent bang voor de reactie. Probeer dit te doen en als het niet te doen is of je denkt van dat het niet kan, praat dan met iemand op school. Er is altijd wel een begeleider op school. Er is altijd wel iemand met wie je kan praten. Je meester, je mentor, je mentrix. En wees niet bang om met je ouders erover te praten, want wij zijn hier tenslotte voor jullie. En het is niet de bedoeling dat jullie het idee moeten, dat je thuis niet welkom moet voelen. Want ik vind dat elk kind een stem heeft. Zoals ook alle ouders een stem krijgen. Want wat meestal gebeurt in deze zaken is dat de ouders de schuld krijgen omdat een dochter of zoon vermist wordt. Meestal zijn het dochters. Laat je ook niet beïnvloeden door vrienden en vriendinnetjes op school.
Ik begrijp best dat je vrienden en vriendinnen hebt op school met wie je heel close bent. Maar onthoud wel, dit is jouw leven. Jouw ouders maken je druk om jou. Vrienden en vriendinnen zijn hartstikke belangrijk, tuurlijk vanwege sociale contacten, et cetera. Maar laat je ouders niet in de steek. En andersom geldt het natuurlijk ook voor de ouders. Probeer met je kind te praten. Hè? Want als je te veel geheimen hebt in een huishouden of er wordt nergens over gesproken, gaat het kind ook voelen dat ze nergens terecht kan. En dit was een van de punten die ik dus wil aankaarten. Heb je problemen thuis? Kan je er niet over praten? Praat met je meester op school. Praat met iemand en zorg dat het gehoord wordt. Maar loop niet weg van huis. Dat is niet de optie. Praat erover met je ouders. Praat erover, mocht het zo zijn dat je niet enig kind bent en je hebt broers en zussen, praat met hen erover. Maar zorg ervoor dat je je ouders niet ongerust maakt. En blijf gewoon thuis. Loop niet weg. Dit was de eerste aflevering van Ik hou van mijn kind. Herkent u zichzelf in een van deze verhalen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Mail het dan naar ons, naar onderstaand e-mailadres. En wie weet behandelen we uw vraag in de volgende aflevering. Door jaar de deal der kawe. Hame ketna satawe, hame ketna terpawe kahe. Aise tu pare. Hama tu chal dil ke tu, aa banja rani.